Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 30 van de Eredivisie, maar eerst gaan we Europese wedstrijden bekijken. Nou, ik zei Europese wedstrijden, eerst natuurlijk een inhaalwedstrijd. Go Ahead Eagles won met 3-2 van RKC, goed bezig van Go Ahead Eagles. AZ won met 2-0 van Anderlecht, wat betekende dat ze de verlenging ingingen en het werd penalties en AZ is door, dus ik ben super blij natuurlijk. Roma heeft gehakt gemaakt van Feyenoord, die dachten van ja, jullie kunnen misschien één keer winnen, maar jullie gaan echt niet door. Dus helaas is, gaan hun niet door, dat zal balen voor het Nederlands voetbal. Dan hebben we hier speelronde 30 van de Eredivisie. Volendam tegen Cambuur werd 2-0. Heerenveen-Emmen werd 2-3. Groningen tegen NEC werd 0-1. Dan hadden we natuurlijk Vitesse tegen Excelsior dat 0-0 werd. Ook Twente en Sparta speelden gelijk, dat werd 3-3. Go Ahead Eagles Fortuna werd 2-0. De topper PSV tegen Ajax werd 3-0. Feyenoord won met 3-1 van FC Utrecht. En AZ won met 3-0 van RKC. Dan is op dit moment dit de ranglijst. Feyenoord staat bovenaan met 73 punten. Dan komt PSV met 65 punten. Ajax staat derde met 62 punten. Dan komt AZ met 60 punten. Sparta staat vijfde met 53 punten. Dan komt FC Twente met 52 punten. FC Utrecht op de zevende plaats met 45 punten. Dan komt NEC met 38 punten. Ook RKC heeft 38 punten. En Heerenveen heeft ook 38 punten. Het is nog erg spannend voor die laatste plek voor de play-offs, zoals jullie zien. Go Ahead Eagles staat 11e met 36 punten. Dan komt Fortuna met 32 punten. Vitesse staat 13e met 31 punten. Dan komt Volendam met 30 punten. Emmen en Excelsior hebben 28 punten. Dan komt FC Groningen met 17 punten. En op de laatste plaats Cambuur met 16 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Ik sta nog steeds bovenaan met 245 punten. Dan komt Stan met 236 punten. Thomas staat derde met 235 punten. Dan komt Jurgen met 234 punten. Joey staat vijfde met 233 punten. Games op de zesde plek met 230 punten. Mikey zevende met 226 punten. En ook Sven heeft 226 punten. Dus eigenlijk mag die 8 daar weg. Maar we snappen het idee. En Rins is weer de weekwinnaar, net als vorige week. Lekker bezig, Rins. Dan gaan we de finale van de KNVB-beker gaan we, voorspellen. Het is Ajax-PSV, we hebben hem net gehad en nu krijgen we hem weer. Maar dan natuurlijk in de Kuip. En de speelronde 31 van de Eredivisie zijn de volgende wedstrijden. RKC ontvangt Volendam. Sparta moet op het kasteel tegen PSV. Cambuur speelt thuis tegen FC Utrecht. Dan komt NEC tegen Heerenveen. We hebben de topper Ajax AZ. FC Emmen ontvangt FC Twente. Excelsior moet thuis de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. Go Ahead Eagles ontvangt FC Groningen. En als laatste hebben we Fortuna tegen Vitesse. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.